Soortelijke warmte. Dat is het onderwerp van deze paragraaf. We gaan snel verder. Stel je voor, ik heb twee vaten. In het ene vat doe ik 1 liter water van 20 graden Celsius. En in het andere vat doe ik 1 liter glycerol, ook van 20 graden Celsius. En hier zie je ze, twee thermometers. En de vraag is, welke vloeistof bereikt nu het eerst de 50 graden als ik ze beiden evenveel verwarm? Oké, even een vlammetje erbij en kijk eens aan. Het is wel duidelijk, glycerol die warmt veel sneller op dan het water. En dat terwijl de beide vloeistoffen natuurlijk wel evenveel warmte hebben gekregen. Toch is de temperatuur van water veel minder hard gestegen dan de glycerol. Dus de conclusie is dan ook, voor water heb je veel meer warmte nodig om het in 1 graad Celsius of natuurlijk 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen. We noemen dan ook dat water een hogere soortelijke warmte heeft dan glycerol. Soortelijke warmte dus. Eventjes de definitie van soortelijke warmte. Wat is soortelijke warmte? Dat is de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 kilogram van een stof 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen. Het symbool voor soortelijke warmte is de kleine letter C. En hoe kun je die berekenen? Wel, het is de hoeveelheid warmte, dus Q, om 1 kilogram van stof, dus delen door de massa, 1 Kelvin in temperatuur te laten stijgen, dus nog een keer delen door de temperatuurstijging. Vaak wordt deze formule trouwens op deze manier geschreven, want heel vaak is de soortelijke warmte van een stof wel bekend, maar wil je graag weten hoe groot de warmte is, hoeveel warmte je nodig hebt om hem in temperatuur te laten stijgen. We hebben water en water die heeft een soortelijke warmte van 4,18 keer 10 tot de macht 3. Wat is de eenheid? Wel, het is warmte per massa per temperatuurstijging. Dus het is joules per kilogram en per Kelvin. Glycerol, wat is dat? Wel, kijk, glycerol heeft een soortelijke warmte van 2,43. Lager dus dan die van water, veel lager zelfs. En het klopte natuurlijk ook naar wat we zagen, want glycerol die steeg veel snel, dus heeft veel minder warmte nodig om 1 Kelvin in temperatuur te stijgen. Nog even een weetje. Van water, die 4,18 keer 10 tot de macht 3, die 4,18, dat heeft meteen te maken met een calorie. Een calorie die is gedefinieerd als de energie die nodig is om 1 milliliter water 1 graad Celsius in temperatuur te laten stijgen. En de calorie, de energieeenheid die heel vaak op voedselwaren staat. Dan weet je dus ook wat het betekent als je een mars opeet met een voedingswaarde van 10 kilocalorie of iets dergelijks. Moet je nou al deze getallen kennen? Nee, want die staan natuurlijk in BINAS. Kijk, hier heb je een tabel van BINAS en van vloeistoffen allemaal. En de soortelijke warmte, die staat hier. En let op, hè, kijk bijvoorbeeld water. Ja, als je die bekijkt, hier water is 4,18 is de soortelijke warmte. Maar natuurlijk niet alleen 4,18, maar als je hierboven kijkt, is het 4,18 keer 10 tot de macht 3. Vergeet niet die 10 tot de macht 3 die hierboven staat. Hier is nog een tabel, natuurlijk ook op BINAS, maar nu van de vaste stoffen. En dat is eventjes wel interessant om bij een vaste stof te kijken wat de dichtheid is en de soortelijke warmte. Dus soortelijke warmte en dichtheid, die gaan we eventjes wat nader bekijken. Ik heb ze in een Excel spreadsheet gezet. Ja, hier aluminium met de dichtheid en de soortelijke warmte naast elkaar. En met Excel kun je eenvoudig een grafiek maken van die twee kolommen tegenover elkaar. Kijk, hier heb je die grafiek. Ik heb hier een grafiek. Hier staat de soortelijke warmte en hier staat de soortelijke dichtheid. En als je nou eens die bekijkt, dan valt het je misschien op dat je hier een groepje hebt
En dat groepje heeft maar een hele lage soortelijke warmte, terwijl de dichtheid aan de hoge kant zit. En aan de andere kant heb ik hier een groepje en die zit in het bovenste deel van de soortelijke warmte, maar die zit juist weer in het onderste deel van de dichtheid. En dat verband is er in het algemeen wel. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar in het algemeen, hoe hoger de dichtheid van de stof, hoe lager de soortelijke warmte is, en omgekeerd, hoe hoger de soortelijke warmte, hoe lager de dichtheid. Dat verband zit tussen die twee. Bij experimenten wordt heel vaak gebruik gemaakt van een goed geïsoleerd vat waar de vloeistof in kan worden verwarmd. We noemen dat een calorimeter of ook wel eens een joulemeter. Hierbij is dus isolatie rondom het vat. In het opvangvat van vloeistof zit een verwarmingselement die kan worden aangesloten op een voedingsbron. En als je hier dan de spanning en de stroomsterkte meet, dan kun je dus berekenen hoeveel vermogen er in wordt gestopt. Vermogen is namelijk U maal I. En dan kun je dus ook berekenen, als je de tijd bijhoudt, hoeveel energie er in het water wordt gestopt. Of in de vloeistof natuurlijk. Een thermometer wordt er ook bij in gedaan, waarbij je de temperatuur goed in de gaten kunt houden. En je kunt dus dan eenvoudig meten hoeveel warmte je erin stopt, hoe groot de temperatuurstijging daarbij is. En op die manier kun je dus bijvoorbeeld de soortelijke warmte berekenen, bepalen van een vloeistof. Wel, dat was het allemaal wel weer. Ik zou zeggen, lekker rusten. Tot ziens.